Hallo kijkers van Shine Sprites, ook bij een gloednieuwe aflevering van de Eredivisie voorspellen. In deze aflevering gaan we kijken wat er gebeurt in de laatste twee speelrondes van de Eredivisie. En natuurlijk de eerste rondes van de Europa League en de tweede rondes van de Europa League en de Champions League. Aangezien de vorige aflevering even op vakantie was, heb ik toen geen uitslagen kunnen laten zien. Dus dat gaan we nu eerst doen. In de eerste rondes van de Europa League won AZ met 3-2 van Elfsborg. Speelde Twente knap met 1-1 gelijk tegen Manchester United. En Ajax won met 4-0 van Beşiktaş. En op die volgende Eredivisie speelronde speelde Heracles 2-1 tegen Heerenveen. Willem 2 PSV werd 0-2. NEC Feyenoord werd 1-1. Ook Sparta Fortuna werd 1-1. PEC Zwolle tegen Almere werd 1-0. Groningen Go Ahead Eagles werd 0-1. Twente NAC werd 1-0. RKC verloor met 0-2 van Ajax. En AZ verloor met een 1-2 van FC Utrecht. Dan hebben we de wedstrijden in Europa van de tweede speelrondes. PSV Sporting werd 1-1. Girona tegen Feyenoord werd 2-3. Slavia Praag Ajax werd 1-1. Atletiek Club tegen AZ werd 2-0. En Twente speelde 1-1 gelijk tegen Fenerbahçe. Dan hebben we de achtste speelronde van de Eredivisie. Almere City, Willem II werd 0-1. NAC Breda won met 1-0 van NEC. PSV Sparta werd 2-1. FC Utrecht tegen RKC werd 3-2. Go Ahead Eagles won met 4-1 van Heracles. Feyenoord won met 2-1 van FC Twente. Heerenveen PEC Zwolle werd 1-1. Ajax won met 3-1 van FC Groningen. En Fortuna Sittard tegen AZ werd 1-0. Dan hebben we de ranglijst. PSV staat bovenaan met 24 punten. Dan komt FC Utrecht met 19 punten. AZ op de derde plek met 16 punten. Dan komt FC Twente met 14 punten. Ajax staat vijfde met 13 punten. Ook Feyenoord en Go Ahead Eagles hebben 13 punten. Willem II op de achtste plek met 11 punten. Sparta op de negende plek met 10 punten. Fortuna staat tiende met ook 10 punten. Groningen, Heracles en NAC Breda hebben 9 punten. PEC Zwolle en Heerenveen hebben 8 punten. In de gevarenzone NEC met 7 punten. En op de degradatieplekken Almere City met 2 punten en RKC met 0 punten. Dan gaan we naar de voorspellers top 8. Milan Lasseri staat nog steeds bovenaan met 75 punten. Dan komt Luc met 73 punten. Peter staat derde met 71 punten. Rins staat vierde met 69 punten. Stan, Sven en Frederik hebben 68 punten. En op de achtste plaats hebben we Jarno met 67 punten. De weekwinnaar van vorige aflevering was Sven. Gefeliciteerd. En Frederik, waarvan ik nog steeds niet weet voor welke club die is. Dus als je dit ziet, laat het even weten in de reacties onder deze video. Dan kom ik het sowieso tegen voor de volgende aflevering. Die is deze keer weekwinnaar geworden. Dus gefeliciteerd. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. Dan gaan we wedstrijden voorspellen. En voordat we dat doen, heb ik een paar huishoudelijke mededelingen. Zoals ze wel eens noemen. Ik kan niet eens meer uit mijn woorden komen. Dat is namelijk de eerste. Probeer niks te bewerken. Als je ergens denkt een foutje gemaakt te hebben. Probeer het dan onder je eigen reactie. Onder beantwoorden. Te fixen en niet te bewerken, want ik kan namelijk niet zien wat je bewerkt en dan kan je dus ook uitslagen bewerken. Ik zag dat het weer een paar keer was gebeurd. En probeer alsjeblieft de volgorde aan te houden hoe ik hem in het filmpje zet, want het is voor mij een stuk makkelijker om na te kijken. Ze staan ook wel eens helemaal door elkaar en dan is het voor mij veel moeilijker na te kijken en dan duurt het ook veel langer voordat ik een nieuwe aflevering kan maken voor jullie. We gaan weer een interland breken in. Joepie! We hebben Hongarije, Nederland en Duitsland tegen Nederland voor de Nations League. En voor speelronde 9 hebben we Sparta, Almere City. De topper AZ tegen PSV. NEC ontvangt Heerenveen. RKC moet het opnemen tegen FC Twente. Go Ahead Eagles ontvangt Feyenoord. Willem II thuis tegen Fortuna Sittard. FC Groningen ontvangt FC Utrecht. Heracles speelt tegen Ajax. En PEC Zwolle mag het opnemen tegen NAC Breda. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos.